We gaan beginnen met het klaarmaken van onze lams. Abruzzo is bekend voor zijn bergen, waar daar de lammetjes grazen. Bekend voor zijn skigebied. En vandaag gaan we een combinatie doen van lams, zaffraan, patate en picante diavolini. Voilà, si comincia. We gaan starten. We gaan het klaarmaken van het paneren van onze lamskoteletjes. Dus dan gaan we hier uiteraard wat bloem nodig hebben. Voilà. Gelijk iedereen weet, de hoofdstad van L'Abruzzo is L'Aquila, waar de bekende aardbeving is geweest in 2009. Dus we gaan hier klaarmaken onze bloem, eikjes en paneermeel. Voilà. We gaan het nog origineel maken. We gaan wat diavolini, peperkjes, Abruzzese. Mensen, dus dat zijn de mensen uit Abruzzo. Ze zijn ook bekend voor zijn spicy food. Goed pikant overal. Dat is eigenlijk iets normaal. Ik denk alleen dat ze het niet in de koffie zetten. Maar voor de rest zetten ze pikant en diavolini overal. Dus je weet ook al op voorhand, als je Abruzzese gaat eten, is het al goed pikant. Dus we hebben ons hier onze bloem. Onze eikjes, die gaan we wat kloppen met onze vork. La forchetta nel uovo, dat is eigenlijk iets types wat de nonnen of alle Italiaanse kokkinnen ook doen. Voilà, goed losmaken. Onze lamskoteletjes, we gaan er hier drie nemen. We hebben gezegd, we gaan lamskoteletjes paneren en met het goud van Abruzzo maken. Dat is zaffraan. We gaan een beetje van die zaffraan draadjes bij toevoegen in onze paneermeel. Voilà, zo wordt het origineel. Dus, dat is een originele paneermeel à l'Abruzzese. Zaffraan en diavolini. Voilà. We gaan ons vlees kruiden. Een po' di sale marino fino. Fijne zeezout. Peper. Voilà. Daarom zit je ook in Abruzzo. Dan staat er vol van die velden van zaffraan. Mooie paars van de krokus, bloem, heel mooi. Dus lamskoteletje hebben we onze bloem gepaneerd. Dan gaan we ze in eiken. En dan gaan we onze paneermeel met onze diavolini, pikant en zaffraan. Die gaan we er mooi paneren. Voilà, die kleur is prachtig. En als je eigenlijk die kleur ziet, dat is echt L'Abruzzo nel piatto, Abruzzo op het bord. Voilà. Ook bekend dat Abruzzo is voor zijn, niet alleen lamskotelet, maar ook zijn arrosticini. Wordt er ook heel veel gemaakt van die dun lamsbrochetjes. Voilà, onze lamskoteletjes à l'Abruzzese zijn klaar. We gaan ze bakken. Klein beetje olio d'oliva, extra vergine d'oliva. Voilà, ons olie is warm geworden. We gaan onze lamskoteletjes bakken. Mooi krokant aan beide kanten. Probeer alsjeblieft goede zaffraan te kopen, want minder kwaliteit is niet zo goed voor de gezondheid. Trouwens, goede zaffraan werd vroeger gebruikt voor je gezondheid beter te maken. Als je ziek was tegen reuma of zo, was dat de ideale voor. Voilà, ondertussen gaan we onze lamskoteletjes, zijn krokant gebakken, die gaan we mooi draaien. Zalig die smaak van de zaffraan en de pittigheid van die diavolini. Onze lamskoteletjes zijn gerust een bakken. Uiteraard op een Italiaanse hoofdgerecht hebben we altijd een contorno. En die gaan we klaarmaken en we gaan onze patate al forno daarbij maken. Voilà, signori. Aardappelen, wat ook heel veel in de Abruzzo wordt gebruikt. Voilà. Un po' di olio extra vergine d'oliva. Voilà. Snijden aardappeltjes allemaal aan dezelfde plakjes. Zo, ene dik of ene dunne gaat niet voor de gaartijd. Dus allemaal mooi langs elkaar zetten. Un po' di sale, peper uiteraard. Voilà. Rosmarino. Voilà. Uiteraard. Tintje ook. Voilà. En uiteraard, wat ze in Abruzzo doen, diavolini, ik heb gezegd, alleen in de koffie gebruiken ze dat niet. Maar voor de rest, ook de pataten, klein beetje pikant. Terug wat olijfolie. Voilà. Op
200 graden. Gedurende 20 minuten gaan we ze in de oven steken. Ondertussen gaan we onze lamsgodelletjes afdeppen. Wat? Keukenrol. Mooi dubbel, dat die olie daar goed kan afdeppen. We gaan ze nemen. Nooit in het vlees prikken. Meer smaak. Voilà. We gaan ze goed omdraaien, dat die olie blijft. Voilà, aan beide kanten. Voilà, ziet u allemaal. Lams worden in Italië voor speciale gelegenheden, feestdagen en zo gegeten. Gelijk wij Italianen mangiare, bere, festeggiare heel graag doen. Gaan we ze nu mooi serveren. We gaan het kijken met ons aardappeltjes in de oven daarmee is. Voilà. Onze pataten mooi krokant gebakken. Amai. Mooi goudkleurig. Gaar van binnen. Ondertussen gaan we onze cotolette en lamscoteletjes warm houden. Voilà. Ondertussen dat deze zich warm zijn aan het houden, gaan we ons bord dresseren. Voilà. Dus we hebben hier zitten de regio Abruzzo. We gaan er een heel mooie decoratie maken met deze zafferaandraadjes. Pennello, penseel, klein beetje water. Goed, mengen. Voilà, mooie tekening. Zo is het origineel. We gaan van onze verse peperkjes een mooie decoratie maken. Dat zijn eigenlijk de verse diavolini die achteraf, als ze gedroogd zijn, zo worden. We gaan een mooie decoratie. Piatto originale. We gaan onze patate al forno sistemare, dresseren op het bord. Voilà. Ondertussen zijn onze lamscoteletjes warm. Die zijn mooi warm. Die gaan we ook mooi op bord zetten. Mag Salman richting de aardappel. Voilà. Un po' di decorazione di rosmarino. Zafferano, het goud van Abruzzo. Voilà. En dan gaan we een origineel gedroogde diavolini in het midden. Un po' di pepe. Voilà, più originale di così. L'Abruzzo, klaar in het bord. Lamscoteletjes, zafraan en aardappelen in de oven.